Gerrit sta hier naast drie mooie vrouwen. Drie mooie Chinese vrouwen. Eén houdt zelfs al de hele tijd mijn hand vast. Ik ben benieuwd wat ze van me wil. Misschien kan ik haar telefoonnummer scoren. Hoe dan ook, ze doen iets revolutionairs. Ze zijn mijn bloeddruk aan het meten en mijn hartslag. En mijn hartslag gaat nou wel omhoog door deze vrouwtjes. My heart rate is going up and up. Even more. Oh, wow. Ja, ja. 10 minuten gaat de boel dicht. Achter ons wordt de helft al afgebroken. Wat zeg ik? De stand hier staat ook al... hier, dat bedoel ik. De boel wordt afgebroken. Nou vraag je misschien ook nog af, wat doe je hier in godsnaam? Ik heb geen idee. De beurs gaat over 10 minuten dicht. Maar we kwamen hier langs en er stond Revolution of Health. Ja, dat moeten we dus eventjes zien. Dan moeten we polshoogte nemen. Polshoogte letterlijk. Want ik heb een klokje op mijn pols. We are the number first one who do this. It is quite amazing product. Ik maak er niet vaak mee dat er zoveel vrouwen om me heen staan. Het is een totale chaos. Het is de H1 Health Watch overigens. 5 jaar aan gewerkt voor deze, volgens deze lieftallige dames hier om me heen. Ik vind hem foei lelijk. Het is een fucking lelijk bandje. Maar ik heb in ieder geval een hartslag. En dat is na 4 dagen werken hier ook wel eventjes een goede boodschap om te hebben. Nou, hij meet dus ook nog je stappen bijvoorbeeld. En hoe goed je 's nachts slaapt. Dat doet hij nu weer via een app. Die heeft zij in de hand. Een app voor de telefoon. Ja, die app gebruiken ze niet, want ze zijn allemaal foto's van mij aan het maken. Misschien hebben ze nog nooit zo'n knappe gozer gezien. Dat kan ik me goed voorstellen trouwens. Hoe dan ook, ik vind het een grappig ding. What is the price of this watch? Can anyone tell me? Is it expensive? Is it... In China we are selling $125 in China. In China? Ja, en voor de... Klopt niet wat ze zegt. Hij is net 4 tientjes duurder geworden in 2 tellen. Er is net een vrouwtje met interventie geweest. Die heeft gezegd, nee, we maken er gewoon 160 van. Hij is in ieder geval in China te koop. Revolutionair ding. En nu worden we waarschijnlijk echt uitgezet. Want de beurs gaat nu echt dicht.